Ja, vandaag beginnen we aan de DLC van Pokémon Scarlet en Violet, de Teal Mask. We gaan op schoolreisje naar het land van Kitakami. En ik vang daar bijna gelijk een heel nieuw Pokémon team met wie ik deze video's ga maken. We worden welkom geheten door Carmine, die gelijk wil battelen. En zij wordt nogal boos. Daarna moeten we tegen de broertje Kieran. En dat is een hele spannende battle. We zijn weer terug in Paldea. Mijn telefoon gaat. Hallo, hallo, Rekkachu, dit is Jacques. What up, Mr. Jacques? Ik bedoel, Nederlands. Sorry dat ik je stoor. Want je bent waarschijnlijk op zoek naar een aantal leuke schatten. Maar rond deze tijd in het jaar hebben we altijd een klasseuitje. Oh, dat vond ik vroeger zo leuk. Een dagje naar de Efteling of zo. Het is een speciale samenwerking tussen onze academie en een andere school. En jij bent gekozen om mee te doen. Je mag naar het land van Kitakami. Kom naar de ingang van de school. En dan hoor je alle details. Oh, dit is trouwens mijn persoonlijke Pokémon-account. Ik heb al level 100 Mewtwo, level 100 Mew. Deze gaan we natuurlijk allemaal niet gebruiken. We gaan natuurlijk geen level 100 Pokémon gebruiken, want dan wordt het heel saai. Ik wil allemaal Pokémon gebruiken die je nu nieuw kan vangen in deze DLC. Ik denk dat ik met jou moet praten. Oh, hey, hallo. Jij moet wel... Ben jij een van die studenten die met ons meegaat? Wat is je naam? Rikachu, mevrouw. Oh, en je hebt een Terra Orb. Oh ja, dat hadden we ook nog, ja. Maar mevrouw, wie ben jij? Dit is mevrouw Briar. Jacques wil eigenlijk ook wel mee op dit tripje. Ja, dat snap ik, vriend. Ik zie wat jij wil zeggen. Anyway, Briar geeft les op de Blueberry Academy. Oh, dat is een school in de Unova-regio. Oh, dat is cool. Dat is de wereld van Pokémon Black and White. Wij gaan naar Kitakami. Nou, let's go. Het is genoeg gepraat al. Ik wil gewoon daar naartoe. Briar vraagt nog aan Jacques of hij misschien even heel erg goed onderzoek wil doen bij de grote krater van Paldea. Uitroeptekentje boven zijn hoofd. Een beetje lachen. Zullen we gaan? Ik wil weg. Voordat we gaan, wordt mijn Pokédex nog eens even geüpdate. Let's go! Kijk, die Psyduck erachter was ook enthousiast. Oh, nou, ze wil nog wat vragen of we van het Scarlet boek weten. Ja, zeker wel. Degene die het geschreven heeft, Heat, was een voorouder van Briar. Oeh, en zij heeft het origineel. Sommige pagina's die zijn zwart. Heat vond een rare entiteit in de krater. Ze weet niet eens of het een Pokémon was, ja of nee. Het leek op een mysterieuze, briljante schijf. Oké, een schijf-Pokémon. En die heet Terrapagos. Is dat de mysterieuze Pokémon waar we nou op zoek gaan? Dan. Ja, maar wij gaan gewoon op excursie. Ik bedoel, wat heeft het nou weer met elkaar te maken, joh? Ik ben nou zat. Ik wil nou de bus in. Het duurt te lang. Oh, kijk, ja, er zijn nog een paar studenten die zijn klaar. Oh, ja, vliegtuig. Ja hoor. Oh, en een Dragonite vliegt bij het vliegtuig. Daar gaan we, de Hidden Treasure of Area Zero. Part 1, The Teal Mask. Let's go. Het gaat beginnen. Daar zijn we in een volledig nieuw gebied. Kitakami, als het goed is. Dat is even koekeloer, hoor. Ja, kijk, een busstation. We zijn er eindelijk. Een van de studenten heeft pijn in haar kont, omdat ze al die tijd in de bus heeft gezeten. Of tenminste, eerst het vliegveld en toen de bus. Vliegtuig, ja. Soms moet je ook heel lang wachten op het vliegveld. Dan krijg je ook pijn in je kont. Dat klopt. Anyway. We hebben het weer overleefd, zegt Briar. Welkom in Kitakami. Hier zullen we allemaal nieuwe dingen gaan ontdekken. Ja, kijk, allemaal nieuwe Pokémonies. We zien daar al Janmaatjes. Een normale Wooper zien we ook. Daar is het dorp van Mossui. Daar zullen we als eerste naartoe gaan. Oh, iemand is misselijk. De kleine man is misselijk. Oh, jongetje. Rikachu, ik wil je wat vragen. Kan je alvast lekker vooruit rennen naar het community center van Mossui en laten weten dat we er zijn? Ja, is goed. Zorg jij maar voor de misselijke student. En dit zijn onze eerste stapjes in Mossui. Of in Kitakami. Zo, dit loopt wel wat soepeler dan voorheen. Oké. Dit gaat best soepel. Sorry als jullie daar misselijk van werden. Ik was even de camera aantesten. Oh, ik kan niet op Koridon rijden. Ik moet dus zelf lopen. Allereerst wil ik natuurlijk een paar nieuwe Pokémon vangen voor in mijn team. We zullen bijvoorbeeld deze Pucciana kunnen vangen. Level 56. Deze scissor zal ik dus niet gaan gebruiken. Hoewel dat wel een hele vette Pokémon is. Maar ik wil dus allemaal nieuwe Pokémon uit deze Kitakami-regio gebruiken. Ja, de camera gaat echt soepeler dan in de normale game, hoor. Kijk maar. Ik moet je eerlijk zeggen, ik vind Pucciana... Ja, ik weet niet. Ik vind het op zich wel een coole Pokémon, maar ik heb die nooit echt gebruikt. Maar misschien kunnen we die nu als allereerste Pokémon gebruiken. Ja hoor, let's go. Nummer 7 in deze Pokédex. We willen er natuurlijk wel een Kitakami-challenge van maken. Kijk, ik zie daar nog meer Pokémon. Spinarak!
gek. Spinarak is vet cool. Ja, het zijn misschien niet de allertofste Pokémon nog, of de allersterkste Pokémon, maar ik vind het wel leuk dat we nu gewoon weer nieuwe kunnen vangen. Het zijn geen hele nieuwe Pokémon, maar ik bedoel, kijk, we hebben wel weer een nieuw teampie nu. Spinarakkie komt er ook gewoon gezellig bij. Hoppakee. Laten we gewoon eerst ervoor zorgen dat we überhaupt 6 Pokémon hebben. Dat is gewoon het doel van deze video. Ja, Sweedle, ja, kan. Ja, oké. Okay. Oh ja, als je zo naar me toe komt rennen, oké, dan wil ik je best wel vangen. Met Sweedle heb ik echt soort van helemaal niks. Een Spinarak denk ik nog van, oh, dat vind ik wel grappig dan. Maar Sweedle, nou ja, hè? Welkom in het team. Ook jij bent welkom. En terwijl ik al deze Pokémon vang, kan jij natuurlijk je duimpje omhoog doen. Niet vergeten te abonneren. En laat in de comments weten welke Pokémon ik in mijn team moet doen. Ja, laten we dit weer samen gaan doen. Geef mij tips en tricks welke Pokémon ik in mijn team wil doen. Laat het dus even weten in de comments. Dan ga ik die misschien wel vangen in de volgende video. Wow, nou, deze vind ik wel cool. Janma is best wel vet. Kijk, Janmega is nog vetter. Kunnen we misschien laten evolueren? Oké. Janma die heeft geen zin. Ik dacht, we gaan gewoon... Oké, dit is niet de bedoeling. Janma gaat ook gewoon mijn team slopen, hè? Janma, wil je alsjeblieft gewoon in je ultrabal blijven? Zo, dat ging niet, even wel wat minder soepel. Kom op, blijf gewoon. Blijf gewoon niet mijn team slopen. Ik weet Air/Slash super effective, I know. Ja, dit vind ik niet relaxed. Ik wil gewoon even kijken wat er gebeurt als we nu falen. Worden we dan ook weggezet als misselijke student? Let's go. Kom op. Oh, hebben we hem? Oké, we gaan toch niet kapot met z'n allen. We hebben een Janma. Ik denk dat Janma de ster van dit team moet gaan worden. Ja, dit is wel een cool Pokémonnetje. Let's go, Janma! Ik vind het wel grappig, want dit zijn wel allemaal Pokémon die je altijd inderdaad in het begin van je game een beetje kan vangen. Oh, we hebben hier ook nog Woepertie Poepertie. Hallo Woepertie. Oh, kunnen we jou niet vangen? Ja, jij hoort bij het interieur. We kunnen alleen Woepers hier in het rijstveld vangen. Hallo? Ja, kijk, deze kunnen we wel pakken. Ah, we hebben al bijna een volledig teampie, joh. De Paldean Wooper is achtergelaten. We hebben hier de normale Wooper. Welke Wooper vind jij het tofste? De Paldea-versie of de normale? Ja, de normale is wel classic, hè. Gaan we niet moeilijk om doen. De normale Wooper is wel echt een held. Water en een grondtype. Hoppa, Pokémon nummertje 5. Wel allemaal een beetje noob Pokémonnetjes, maar dat maakt het wel weer leuk. Ik zou het niet leuk vinden om deze challenge met een level 100 Mewtwo te gaan doen en zo. Dan loop je door alles heen, dat is super saai. Nou, we moeten eigenlijk dus nog één Pokémonnetje aan het teampie toevoegen. Dan hebben we een volledig nieuw teampie. Maar ik heb niet het idee dat hier nog een andere Pokémon is. Hallo mensen! We hebben een misselijke student. Eens even kijken wie daar staat. Die zien er wel uit als dat zij belangrijk gaan zijn hier in dit verhaal. En de kleine die zegt, zus, kijk daar, er is iemand. Oh, misschien zijn dit de studenten van het uitwisselingsprogramma. Dus, jij komt uit de Paldea-regio, hè? Komen jullie uit Unova dan? Oké, de kleine die heet Kieran en de grotere heet Carmine. Oh, maar we mogen niet zomaar Musiwi in, zegt ze. Je moet eerst battelen. Hallo, ik heb alleen maar woepers en zo. Laat me eerst even klaarmaken. Mijn halve team is kapot. Nee, oh. Ah, dit gaat nu al fout. Carmine zegt, wij gaan een hoop plezier beleven. Ja, jij misschien, ik niet. Yo, ik heb alleen een Janma, een Wooper en wat is er nog meer levend? Een Sweedle. Oh, maar jij hebt ook alleen maar Poochyena. Oké, dan hebben we misschien een gelijkwaardige battle. Let's go, Janma! Welkom in Kitakami. Dit is jouw eerste ervaring en ik ga jouw grond laten eten. Yo, maar jij bent level 60, vriendin. Zal ik gewoon terrestrializen? Gaan we U-turnen, let's go. Ik heb gelijk paniek. Ik weet nog niet wat ik van mijn Pokémon kan verwachten. Oké, Janma. Pak die Poochyena aan. U-turn. Oh, lekker. Poochyena is in één keer kapot. Oké, dan. Oh, Janma, die wordt wel een baas. Carmine is verbaasd. Oh, je weet van matchups. Je weet welke Pokémon je moet gebruiken tegen welke Pokémon. Een soort van. Wie heb jij nog meer? Janma is terug de Pokéball in. Mijn Spinarak en Poochyena, ja, die zijn kapot. Ik moet nu gaan kiezen wie ik laat... Kan ik gewoon Janma erin doen? Nee, dat kan niet. Oké, Wooper. Your next Wooper. Wooper kent Earthquake. Met een beetje mazzel. Met een beetje mazzel kunnen we dan wat doen. Oh, wow, deze is nieuw. Polchigeist? Polchagegeist. Oh my god, Gigadrain op mijn hoofd. Ja, nee, dat vindt Wooper niet leuk. Dat is ongeveer 4 keer super effective. Ik denk dat ik een probleem heb. Oké, Janma. Jij moet het doen vandaag. We gaan voor Air/Slash. En dat kan met tegenstander flinchen. Dat zou echt zo chill zijn. Ja, we hebben hem geflinched. Lekker. En dan een wing attack eroverheen. En dan is... Oh, dan hebben we Poochyena verslagen. Mijn Janma is een baas. Mijn Janma wordt mijn buddy Pokémon in deze serie.
Dat mag duidelijk zijn. Oh, Vulpix? Nee. Dan word ik gesloopt. Ik word sowieso gesloopt door Vulpix. Want ik heb alleen nog maar Sibaddle over. En Janma. Oké, we gaan weer voor Air Slash. Janma is sowieso snel. Dus als we gewoon kunnen flinchen. Oh, Vulpix doet Will-O-Wisp? Dat mag. Dan ben ik burnt. Ik bedoel, dat doet een klein beetje damage. Oh, nee. Oh, ik ben echt bang voor deze Vulpix. Ik denk dat deze Vulpix me echt gaat slopen. Oké, nog een keer Air Slash. Let's go. Flinch alsjeblieft deze Vulpix. Want dan hebben we gewonnen. Nee, flamethrower! Ja, dat wisten we dat het zou komen, maar mijn alternatief is niet veel beter, want dat is Sewaddle. Oké, misschien kan ik Wooper reviven. Heb ik een max revive, zodat ik Wooper kan reviven als een malle? Ik heb 11 max revives, oké. Ik wil deze eerste battle wel winnen, jongens. We gaan dit toch niet verliezen? Wooper is terug. Sewaddle is sowieso weg. Arm beestje. Kom op, Wooper. Be the MVP. Let's go. MVP. Earthquake. Earthquake. Ja. Lekker. Doe maar Will-O-Wisp. Earthquake. 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 Yeah. Ah, heb ik toch mijn eerste battle gewonnen. Oké, ik ben wel blij, moet ik zeggen. Let's go, team. Wooper, Janma, Sewaddle. Let's go. My Tienna. En die andere die ik had gevangen, wie ik niet meer weet. Carmen zegt... Maar wie ben jij dan? De naam is Rikachu. Kieran zegt... Wow, heb je mijn zus verslagen? Carmen zegt... Kan het niet geloven. Je had mij nooit moeten kunnen verslaan. Maar oké, je mag erdoor. Ik heb geen keuze. Ik laat je ons dorp in. Maar alleen als je een van mijn hulpjes wordt... En alles doet wat ik... Nee? Wat denk jij? Er komt een mannetje naar buiten die zegt... Wat zijn jullie aan het doen? Carmine zegt... Oh, dit is een probleem. Kom op, Kiki. We moeten wegwezen. Ah, jullie zijn de dorpsgekkies. Hè? Hè? Hallo, meneer. Jij bent waarschijnlijk iemand die van de Paldea Academie komt. Ik hou het community centrum hier in Mosui gaande. En daarnaast doe ik nog wat andere dingen. Maar ik help jullie. Ik zorg voor jullie groep nu jullie hier zijn. Waren die kinderen vervelend? Nou, weet je, ik ga niet achter hun rug om zeggen van dat ze zo vervelend waren. Nee, ik zeg gewoon, was wel oké. Ik bedoel, ik heb die battle gewonnen. Maar de caretaker, zoals die genoemd wordt, zegt... Oh, maar ze zijn altijd al een beetje vervelend. Ik weet niet zo goed wat ik met Carmine aan moet. Sorry als ze vervelend heeft gedaan. Het is oké. Het is helemaal oké. De caretaker gaat even naar mijn matties van mijn school. En wij mogen alvast het community centrum in. Oké, is goed. Joe, tot zo, mazzel. Hoi. En dit is dus Mosui Town. Nou, dat ziet er best wel leuk uit. Zo, maar dit geeft me een beetje Hisui vibes. Dit voelt echt een beetje alsof je net aan bent gekomen in Hisui. Dat eerste stadje in Pokémon Legend Arceus. Oh, ik hoor wat. Er gebeurt wat. We lopen naar het community centrum. Oh, de caretaker is er ook al. Zo, jij bent snel. Ik heb net 3 stappen gedaan. Hoe snel zijn jullie gek? Nou, de kleine man die voelt zich ook weer beter. Hij is niet meer misselijk. En dit is onze thuisbasis. Hier zullen wij overnachten. Het plan was om ons samen met de Blueberry Academie studenten te laten samen chillen. Maar nee, deze ruimte is helemaal voor jullie. Oké, is goed. Joe. Maar ik wil wel graag mijn Pokémon healen. Mijn team is half kapot. Kom op, iedereen naar binnen. Let's go. Nou, we mogen onze schoenen aanhouden, zegt hij. Dat gerechtje wat daar op tafel staat is echt cool. Die Chineco rijstgerecht. Oh, wat is dit dan? Wat zijn dat voor beelden? Wat is het voor stad? Ik ben heel nieuwsgierig naar wat er gaat komen. Oké, als we willen slapen, moeten we daar naar binnen gaan. Oké, ja, maar wat gaan we doen? Wat is het doel hier? Wat komen we hier doen op dit schoolreisje? Nou, we mogen eerst gewoon lekker gaan slapen, uitrusten tot de volgende dag. Hopelijk zijn mijn Pokémon geheeld. Hoop dat Janma en Wooper weer klaar zijn voor een nieuwe dag. Kijk, we staan weer buiten. Oh, daar zijn die twee ook weer. What up, Carmine? Zie je, zei ik helemaal inderdaad van de Blueberry Academie. Kijk, nu doet Carmine opeens lief, hè? Zit je opeens lief te doen? Gisteren deed je vet stoer tegen mij. Kieran is nog steeds een beetje verlegen. Oh, nu horen we wat te gaan is. Op dit schoolreisje zal je je gaan oriënteren. We moeten 3 borden vinden. 3 borden die in het land van Kitakami verstopt zijn. Daar vind je snippets van een oud verhaal. Lees ze en leer wat meer over ons dorpje. Oké, ja, is goed. We krijgen nog een cadeautje. Een roto-stick. Daar kunnen we betere selfies mee maken. Oh jee. Oh, ga ik samen met een van hun? Jij bent Rikachu. Wel, Lamaradi. Jij wil met een van ons samen. Ja, inderdaad. Wow, Carmine doet echt vet arrogant. Mijn broertje bleef maar praten over jou. Blablabla. Carmine is echt niet zo aardig. Oh, wat? Wil hij ook battelen? Kieran zegt, wat? Echt serieus? Wil je met mij battelen? Yo, ik dacht dat we samen gingen werken. Ik dacht echt dat we gewoon die bordjes gingen zoeken samen. Fotootjes maken en zo. Moeten we opeens weer battelen? Ah, hij heeft een Sandra. Die is leuk. Go, Janma! Ik mag jou tegen jou battle. Ik kan het niet geloven. Dit is awesome. Kieran is nu al een beetje fan van mij. Oké.
Ja, sorry, maar ik ga me niet inhouden, hè. Oh, zijn Sandred mist ook zijn aanval. Dat is wel een beetje sneu. Sorry, Sandred. Sorry, Kieran. Kijk de caretaker. Die staat erachter te dansen. Zo, yo, let's battle. Oeh, nu krijgen we Janma tegen Janma. Dit wordt oppassen. Oeh, maar zijn Janma is ook level 60. Dan ga ik voor Wing Attack. Aangezien hij sneller is, kan ik hem toch niet flinchen. En Wing Attack heeft een 100%... Oh, ja, dit had ik al een beetje verwacht. Oef. Deze Janma, die gaat voor problemen zorgen, want die is veel te snel. Ik denk dat ik dit oprecht niet ga winnen. Ja, ik denk dat Janma mij gaat slopen, tenzij hij een aanvalje mist. Daar komt Bugbuzz. Super effective. Ja, hij heeft alleen maar super effective moves. Dit ga ik gewoon niet winnen met het team. Ah! Ik moet een Vulpix vangen ergens. Hij maakt mij helemaal kapot. Ook nog een critical hit. Ja, nee, dit kan ik niet winnen. Hier flying attacks op mijn bug Pokémon. Ja. Nou, gefeliciteerd, hè? Als je zo met je gasten om wil gaan, hè? Als het zo moet. Potverdorie. Ik probeer me aan te passen aan jullie regio door allemaal, ja, een soort van noob Pokémonnetjes te vangen. En dan ga je zo doen tegen mij. Dan gooi jij een level 60 Janma. Hè? Tuurlijk. Ja, leuk. Ja, top. Ja, leuk hoor. Ja, erg gezellig. Gefeliciteerd, Kieran. Nou, in ieder geval, Kieran en ik gaan gezellig samen. En als ik een Vulpix heb, dan pak ik je terug. Nou, kom erop, Kieran. Kom maar mee. Dit is de plek waar we naartoe moeten. Hopelijk komen we een hoop nieuwe Pokémon tegen op die weg. Laat in de reacties weten welke Pokémon ik allemaal in mijn team moet doen. De duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo-video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel.